Ik neem jullie vandaag mee in een moederdagvlog. En ik ga jullie laten zien wat ik vandaag met mijn moeder heb gedaan. We zijn lekker naar een tapasrestaurantje geweest. We hebben lekkere tapasjes gegeten. Dit was het voorafje. Daarna kreeg ik de eerste ronde. Kijk, dit is de eerste ronde. Die was eigenlijk voor ons al genoeg. Maar we kregen hierna nog een ronde. Dat was super lekker. Daarna zijn we door het centrum gegaan en daar ging ik even een tentje in met de bubble tea. Want daar ben ik heel erg gek op. En wel een lekkere bubble tea besteld. En toen zijn we nog even wezen winkelen. Nou, we zijn ook even in die grenzen geweest. Kijk, en dan heb ik deze bubbel, Loe, kalkoen gehaald. Dit doosje kost een euro. Best een groot doosje. Die Tic Tac snoepjes voor een euro. Napoleon voor 1,30 geloof ik. Een citruspers voor een euro met glas. Snoepjes voor Chanel. En Nivea, dit gebruik ik al jaren voor onder mijn make-up. Als ik make-up op doe. Twee van deze grote zakken jellybeans. Die zijn trouwens heel goedkoop daar. Die kosten maar 2,50 zo'n zak. En twee van deze bordjes voor dinero. Ja jongen, alsjeblieft. Oh ja, en een roze paraplu. Ik ga hem even uitklappen, want volgens mij zitten hier strikjes alles aan. En deze kostte maar 3 euro. Kijk, dat was een superleuke paraplu. Met van die roeseltjes en strikjes. Echt superleuk. Voor 3 euro.